Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft, vind ik echt niet gepast. Nee, ik wil er ook niet over discussiëren. U gaat gewoon verder met uw betoog. Ja. U gaat verder. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat verder. En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven, dat is een feit. Kan iedereen opzoeken. Ja. En het laat zien hoe verbonden het Marxisme was met de deep state. Al decennia en nog steeds. U rondt af, meneer Baudet. Nou, die mensen dus, die nu weglopen, die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie, die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt. Een ideologie die zich transformeerde tot cultureel marxisme in de tweede helft van de 20e eeuw. Die mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald. En ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan St. Anthony's College in Oxford heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is van de verbondenheid van geheime diensten, marxisme en de recrutering van een mondiale deep state. Ik schors de vergadering even voor een moment.